Nou, een hele goede morgen. Er is een hond op de achtergrond aan het blaffen. Welkom op vlogmas dag 8, geloof ik. Of 9, ik heb echt geen idee meer. Ik ben dus lekker met Ant daar buiten aan het wandelen. Hij is echt super druk net. Hij wil hier graag heen, hij kent het plekje, dus dan wordt hij echt mega druk. Best wel vervelend, maar oké. Maar hij kan hier daarna straks wel lekker een stukje loslopen en dan kan hij lekker zijn energie kwijt. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar eerst even plassen, poepen en dat alles laten doen. En dan mag hij zo meteen lekker rennen van mij. Zo, Andertje is lekker aan het rennen. We gaan zo meteen daar in die bergen wat snoepjes gooien. Kan hij lekker snuffelen. Oh jeetje. Waarvoor ik eigenlijk mijn camera aanzet, is even mijn schoenen te laten zien. Let's turn you around. En dan niet door de lijn heen kijken. De vorige keer dat ik hier was, of ik hier ervoor al werk, geen idee. Had ik bedacht dat ik dit wel met een jurkje, met vrij dunne sandaaltjes, het was niet dunne sandaaltjes, maar niet waterdichte sneakers kon doen. Dus toen liep ik daarna lekker op natte voeten. En toen moest ik daarna gelijk door naar mijn werk. Gelukkig heb ik daar pantoffels staan, dus kon ik mijn schoenen gelijk op de verwarming gooien en mijn pantoffels aantrekken. Maar toch, het was niet ideaal. En dan op mijn Timberland is dat wel echt veel beter te doen. Ja, en dan gaan we balletjes gooien en een zoekspelletje doen en hem helemaal afmatten. Zodat ik weer een middagrust heb, want we hebben het te weinig gedaan de laatste dagen. Anta, waar heb je je bal gelaten? Waar is je bal? Ja, goed zo! Oké, het is wel echt aan hem om terug te vinden nu. Want ik ga het niet vinden. Ander, Anta, je mag zoeken. Het is een nieuw plekje, nieuwe geuren. Dus het is wel heel moeilijk voor hem, denk ik. Wordt hij goed moe van. Kijk, dat is één. Goed zo, ligt er nog eentje. Ga maar verder zoeken. Geen aandacht meer? Oké. En daar is de bal. Goed zo. Ga je verder zoeken? Ga je neus maar gebruiken. Misschien makkelijker als je je bal loslaat, vriend. Bal is leuker dan zoeken of zo. Oké, ik ga hem verder laten zoeken. Toedels! 1. Mam, geen zorgen. De auto staat stil. En 2. Net op het moment dat ik dus de auto instap net om naar huis te gaan beginnen te plensen. Dus we zijn net op tijd de auto ingaan. Andri wil nu naar buiten. Die is netjes gaan liggen zoals we hem hebben aangeleerd. Hij is nog niet heel rustig, maar we hebben in ieder geval somehow weten aan te leren dat als we naar buiten gaan, dat hij moet liggen. Dat hij dan meteen opspringt op het moment dat ik de deur open doe. Dat is het volgende stapje. Antar, wat is er? Vertel het eens. Waar ben je? Wat is er? Ben je naar buiten? Het regent. Het is nat. He doesn't seem to care. Ik was mijn camera vergeten en dus heb ik maar even nu mijn telefoon erbij gepakt om wat te filmen. En hopelijk pak ik zo meteen mijn camera op als ik verder ga. Oeps. Heren. En weer. Ik stap net binnen, want ik heb boodschappen gedaan. Ik moet ze even opruimen eerst. Maar ik doe de laatste stap naar binnen en ik voel druppels. En ik weet niet of je door het raam kan zien. Maar op het moment dat ik nu binnen stap, begint het... Oh, weer ingezoomd. Jongens, wat is dit met mij met inzoomen? Op het moment dat ik naar binnen stap, begint het te plensen als een gek. Maar ik ben blij dat ik binnen ben en droog aan mijn boodschappen heb gedaan. Ik zag de donkere lucht al wel hoor, maar ik denk van, nou, het zal toch nog wel even een paar minuutjes duren, maar echt niet. Maar dat is de tweede keer dat ik daar geluk in heb vandaag. Misschien dat het nog een goede dag wordt. Ik ga mijn boodschappen opruimen. Alles overgezet werd op mijn laptop voor het editen waar ik al mee ben begonnen, heb ik even een paar kerstkaarten geschreven voor mensen hier in de straat en zo. En dan kom je toch wel weer tot de conclusie dat je veel te veel mensen kent. Dit zijn de kaarten die ik nu heb. Dan voor hier in de straat mis ik al 2 kaarten, geloof ik. En ik heb gelijk maar even een lijstje gemaakt met alle mensen die ik nog een kaart wil sturen. En dan zijn het ook best wel heel veel, dus ik moet echt heel snel kaarten gaan halen en schrijven. En dan kan ik ze rond gaan brengen.
En ik ga proberen zoveel mogelijk rond te brengen, want dat scheelt gewoon een hele hoop postzegels. En postzegels zijn echt heel duur. Nou heb ik er nog een aantal over van vorig jaar en vanuit 2015. Maar toch, het is een dure grap al die kaarten. Maar ik vind het ook wel heel belangrijk om toch te sturen. Om, weet je, ik weet het, ik vind het zonde als we het niet meer doen. Dus druk schrijven er maar. En dan hopen dat we nog wat leuke kaarten terugkrijgen. Gefocust, ja. Over 34 seconden gaat mijn video live. En ik ben in première, ga ik even kijken terwijl ik zelf mijn eten aan het koken ben. Zitten jullie hier, mogen jullie lekker meekijken hoe ik sta te kijken. Hopelijk niet in mijn vingers te snijden voor de aardappeltjes. Ik had braaf boodschapjes gedaan en ik dacht dat ik nog wel vlees had, wat goed zou zijn. Ruikt niet meer goed, was wel open. Was nog dicht, ruikt niet meer goed. Sorry diertjes. En nou, ik heb geen vlees, dus moeten we even wat opdenken. Oepsie! Oké, gearriveerd in de supermarkt. Ik ga iets vinden wat heel snel kan bakken, want tegen de tijd dat ik terug ben, is de rest waarschijnlijk al bijna klaar. Terwijl ik net in de auto stap, app mijn buurman dat ik op tv ben. Dus ik, op tv, waar ben ik op tv dan? Stuurt die foto's, zit hij mijn filmpjes te kijken op YouTube, op tv. Echt superleuk. Zag je het ook leuk? Ja, dan kan je geld mee verdienen. Ben je dom? Ik weet het. Wat kan ik allemaal niet bakken? Jongens, ik weet het niet. Wat is er alle minuut klaar? Boven alle die dingen, maar daar heb ik een zin in trek in. Die zijn te dik, dat is te veel. Ook 2 minuten invriezen. 2 tot 5 minuten. Ik ga die. Volgens mij was er ook nog wel bij de kip. Snel klaar. Maar ja, dat was. Maar hadden ze hier ook hier wat bij de kip wat aan met het klaar is? Zie dat maar eens erin. En alle kip is het op het eind van de dag. Oh jongens. Oké, okay, het is heel dun gesneden, er is niks aan, het is niet lekker. Dit is echt nog een uitdaging, ik ga wel voor die andere. Het is wel zo makkelijk. En dan moest ik ook maar gewoon gelijk even de kruiden meenemen, want die waren op. Daar kwam ik dus achter. Dus goed heb ik opgelet. In mijn stukje net heb je ook gezien dat ik flink op een potje heb staan. Omdat die dus bijna leeg was, echt super irritant. En het was ook niet opgeschreven. En mijn vriend heeft hem de laatste keer nog wel gebruikt, dus hij had hem moeten opschrijven. Het was dus alleen de paprika poeder en de zout geworden, want de peper was op. Maar we hebben nog een beetje, in ieder geval voldoende voor de volgende keer koken. Het eten is gered hoor. Ik ben bovenaan beland. Ik ga nu La La Land kijken. En ik heb hier een knuffeltje. En daar loopt mijn andere knuffeltje. Ik hoop dat ze bij me blijven liggen terwijl ik film aan het kijken ben. En dan moet ik dus er ook nog pas ophangen en opvouwen en zo. Maar dat pak ik wel als ik de volgende pauze ben. Of de eerste pauze ben. Want dan kan ik nu gewoon even rustig film gaan kijken. Hé, ga je mee film kijken? Gezellig, wat leuk. Hegonos. Lekker kroelet van mama film kijkt. Ja, lekker is dat, hè.
mijn maatje. Net zoals Anter en Loene. Ja. Tot nu toe vind ik de film best wel leuk. Trouwens, tot nu toe, ik ben al een heel eind. Geen idee hoe laat ik het. Hoe laat is het, jongens? Oh, 10:15. Prachtig, dat licht zo. Nou, de film is afgelopen. We gaan nu lekker slapen. Ik merk dat ik best wel gespannen word van morgen. Morgen krijgt mijn moeder uitslag van het ziekenhuis. En het is pas ergens rond 3:00, dus we moeten eerst de hele dag in zenuw zitten. En ik had vanavond over de app met mijn moeder over. Mijn vader is er onwijs rustig in en zo. Maar die gaat pas stressen op het moment dat het nodig is. En mijn moeder en ik en mijn zusje, die gaan vooraf stressen. Om de angst dat er wat zou kunnen zijn. Terwijl er ook helemaal, er is niet niks. Maar het goede nieuws zou zijn dat er niet meer is dan wat ze nu hebben genoemd. Dan heb je nog slecht nieuws en dan heb je nog verschrikkelijk nieuws. Dus we gaan nu gewoon hopen op het goede nieuws. Maar ik merk dat ik wel heel erg gespannen raak. En ik zie ook heel erg op tegen morgen, omdat ik morgen niks te doen heb eigenlijk. Dus dat ik de hele dag ga lopen piekeren en ga stressen waarschijnlijk. En dan moet mijn moeder me op een gegeven moment ook nog bellen met de uitslag. En et cetera, et cetera. En ja, daar zie ik gewoon heel erg tegenop. Maar ja, dat is morgen. Ik ga nu slapen. Ik hoop een beetje uitslapen, zodat dat gewoon een beetje minder stress is. Tijd die ik minder kan stressen. Ik zie jullie morgen.